Dus dit formaat is een 2,5 inch harde schijf, bedoeld voor laptops en kleine devices, mobiele devices. Dit is een volwaardige harde schijf, een 3,5 inch schijf. En als je die wil monteren in een Mac Pro, dan zijn er dat soort adapters, of beter dit soort beugels. Dat is hier ook het nummer van het slot. En die passen hier perfect op. Zo kun je vastschroeven met die schroeven hier. En dan kun je door die erop te bevestigen, kun je die schijf in zijn geheel in de computer halen en hier in die connectors vastschuiven in de computer. Nu, als je dat soort kleinere schijven wilt gebruiken in je Mac Pro, dan kun je hier, ja, je zou kunnen met die daarin prikken en met snelbinders en zoiets iets zoeken, maar het probleem is dat je dan heel veel kracht op die connector plaatst en dan zou je die connector kunnen afbreken. Dus je kan beter een goede oplossing bedenken. Dit werkt niet, maar van OVC, een merk dat upgrades maakt voor Mac Pro's en andere Apple producten, is er dit soort adapter. En dat is eigenlijk deze uitleiding hier komt overeen met dit, dus dat kan je ook perfect in en uit die Mac Pro schuiven. En dan die schijf past daar zo op, dus je kan die, dus een aluminium vervaardigd. Je kan die daar vastschroeven en ook hier onderaan in die richting vastschroeven. En dan zit dat connectie, deze connectie zit op dezelfde locatie als bij die grote schijf. Dus dan kun je die zo gewoon bevestigen. Dat is het product waar ik van spreek, OVC Mount Pro, dus 2,5 inch drive voor 2009 tot 2011 Mac Pro's. Ah, hier zie je het systeem op aangeduid, dus die kunnen daar in en uit schuiven en zo kunnen de schijven connecteren en disconnecteren. Ik kan het ook snel in mijn Mac Pro hier beneden laten zien. Dus als het goed is, zie je hier mijn Mac Pro staan. En dan hier van achter zit een connector. Als je die even hebt, dan kan de voorste plaat kan eraf. En dan zie je hier alle schijven. Hier is op dit moment niks gemonteerd. En dat zijn die dingen waarvan ik sprak, dat kun je er zo in en uit schuiven. En ik ga deze schijf, dat is mijn bootschijf, die ga ik even verplaatsen naar deze locatie. Er komt een PCI Express kaart hier te zitten, waar dat die bootschijf in gaat passen. Ja, als het verschil, dus een SSD, dat is zo'n SSD, een Crucial, tegenover een mechanische schijf, dat is een mechanische, dat is een SSD. Dus die zijn veel lichter en veel sneller.